Hallo, ik ben Caroline van Akko. Roestvrijstaal is een uniek materiaal met vele voordelen. Maar kan het ook roesten? Dat ontdekken we zo meteen. Wat zijn nu de eigenschappen van roestvrijstaal of inox? Eerst en vooral heeft het een hoge corrosieweerstand. Daarnaast is het ook een niet-poreus materiaal, wat maakt dat het makkelijk schoon te maken en hygiënisch te houden is. Dan is er ook het feit dat het een heel mooi materiaal is. Niet alleen qua uitzicht, maar ook het feit dat het een 100% recycleerbaar materiaal is. En last but not least, het is bestand tegen extreme temperaturen en thermische belasting. Inox is een onverslijtbaar materiaal dat zelden gaat roesten. Maar er zijn wel enkele zaken waar je best rekening mee houdt. Zo vermijd je bijvoorbeeld best contact met javel en ijzer of andere metalen. Komt het inox toch in contact met een ander metaal, dan kan het zijn dat er roestkleurige plekken ontstaan. Wanneer kan dit bijvoorbeeld gebeuren? Als je in je rooster gaat slijpen met een vuile slijpschijf bijvoorbeeld. In dit geval spreken we van oppervlakkige roest. Deze is heel gemakkelijk te verwijderen met een schuursponsje. Let er wel op dat dit een schuursponsje is specifiek voor het gebruik op inox. Want een andere schuurspons kan andere metalen bevatten en deze maken de roest alleen maar erger. Zijn er zwarte plekken op de inox, dan is de inox zelf gaan roesten. Er zijn eigenlijk twee types inox. Er is een IZ304, dat wordt meestal gebruikt voor standaard roosters. En er is een IZ316. En deze is veel resistenter tegen zuren en zouten. Dus IZ316 kan hogere concentraties chloor aan. Daarom raden we ook aan om IZ316 te gebruiken bij een binnenzwembad. Wat we vaak zien is het verkeerde gebruik van materiaal, dat er 304 gebruikt wordt, het standaard inox, bij een binnenzwembad. En dit zorgt voor zwarte plekken, met andere woorden roest van het materiaal. Is dit ook het geval bij een buitenzwembad? Nee, aangezien dit een open ruimte is, gaat het chloor hier sneller gaan verdampen. Uiteraard is het bij een binnenzwembad steeds belangrijk om de roosters regelmatig na te spoelen. Meer informatie vind je op onze website www.akko.be.